Hey, hallo, leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, het is voor mij is het woensdag en jullie hebben het gezien. De vakantie is met vlogs één dag langer geworden, omdat ik Wildlands in twee keer gedaan heb. Was ongeveer rond de 80 minuten en die heb ik in twee stukken geknipt. Dat leek me een stuk leuker. Meestal als je een uur kijkt of twee uur, anderhalf uur kijkt, dan gaat toch een beetje de concentratie weg. Dus ik heb besloten om het in twee delen te doen. Nou, we gaan even naar de supermarkt toe en dan gaan we wel weer kijken. Ik wou misschien nog vandaag gaan zwemmen, maar ik weet nog niet. Een beetje last van mijn buik. Al een paar dagjes, dus we gaan het wel zien wat we gaan doen. Nou, hup. We zijn er alweer bijna. Het is een beetje mistig, is het. Hop. Oh, een truifje extra vest aangetrokken, want het is een beetje koud. Hop. En jullie hebben dus het geluk dat ik dus een dag extra vlog heb. Ja, is toch leuk. Ik denk ik ga het gewoon in twee delen doen. Dat is makkelijker. Zodat het minder drukker wordt. Er moet een auto in mijn nek zitten eigen. Hoppa. Hier op de supermarkt. En dan gaan we eens even wat boodschappen halen. Zo, en daar ben ik weer. Hebben we even gewinkeld. Was wel lachen. Eigenlijk jammer dat ik het niet gefilmd heb. Maar ik ging bij de sinaasappelpers. Ging ik sinaasappelpersen. En toen kreeg ik haast een sinaasappelbol op Maasjes. Dat scheelt echt niet veel. Nou, in ieder geval 14 oktober is de meeting. Ja, het is steeds vaker een probleem om met mensen af te spreken. Dus respecteer alsjeblieft dat het op 14 oktober is. Dat ik nu gewoon de knoop doorgehakt heb en dat het gewoon 14 oktober is. Want anders dan kan ik wachten en dan is het inmiddels december en is het park dicht. Dus dan kan ik gewoon niet meer afspreken. Dus ik hoop dat jullie het respecteren. Ik ga in ieder geval vanmiddag nog even zwemmen misschien. Kan ik in ieder geval niet de camera meenemen. Die laat ik lekker thuis. Ik heb geen zin om te filmen. En problemen op te zoeken. Dus bij deze. Ja. Nou, in ieder geval. Moest ik alle video's weer van YouTube verwijderen. Omdat de eindintro niet goed was. De nieuwe eindintro die jullie dus al een paar dagen gezien hebben. Nou, die heb ik dus allemaal vervangen. En ik ben nu alles opnieuw aan het uploaden. En ik ben al met de twee delen bezig van gisteren, van Wildlands. Die heb ik, ben ik nu dus aan het editen. Die hebben jullie gisteren en eergisteren gezien. En dat is het. We zijn bijna alweer bij het huisje, dus ik ga hem weer neerleggen. En ik zie jullie allemaal en spreek jullie allemaal dadelijk weer. Zo, en dit is het park.
S'avonds. De rest van de dag niet meer gefilmd. Vandaag had ik alleen maar rustig aan gedaan. En nou eens een keertje een avondopname. Oh, zo. We zijn even vergeten. Er zit een heuveltje omhoog hier, oh. Ik ging als op mijn platte bekkies. Een beetje korte vlog vandaag, maar ik was een beetje zin om een beetje lekker uit te rusten. Ah, lekker rustig aangedaan. En dit is de avond, jongens. Dat had ik nog nooit gedaan, hè? S'avonds zo over het park heen wandelen. Zou je niet meer even? Nee. Dat is ook wel een keer lekker even in de avond zo. Even een avondwandeling. Maar dan moet je het nou niet, hè? Nee. Ja. Want heb je als je geen hondje meer hebt, hè? Normaal gingen we s'avonds natuurlijk ook wel eens wandelen. Om de hond uit te laten. Zie je ze hem niet meer hebben, ja. Daar houdt het op. Ja, het is nog net niet donker genoeg, gelukkig. Er zit natuurlijk geen licht op dat ding, dus 's avonds dan kan je niet echt filmen. Die zijn nou eigenlijk precies de juiste. Ja, het juiste licht dingen op te nemen. Anders zie je natuurlijk helemaal niks meer. Dit is de supermarkt weer waar we vanmorgen waren. In de uitgang van het park. Kijk nou, een jeep van hoeveel saksen. Hier heb je alle beelden weer. Kind en dier.
Niet ook leuk. Geheimpje vertellen, heet die. Die weet ik nog uit mijn hoofd. Deze weet ik niet meer uit mijn hoofd. Dat was... Oh ja, museumbezoekers. De museumbezoekers. De maan die glint al te schijnen al. Het maantje is al aan het schijnen. Het is echt al donker. Het is steeds donkerder te worden. Dat is de balletdanseres. Even kijken. Ja, dat is de balletdanseres. Dus... Het wordt echt steeds donkerder. Vrouw met de fiets. En dan zijn we alweer vlakbij het centrum aangekomen. Dan gaan we eens even kijken of we nog even een ijsje of een milkshake kunnen scoren. En dan zie ik jullie zo weer. Met de maan op de achtergrond. Zie je, man? En nu is het warm. Even kijken of we nog een ijsje kunnen halen. Oh, kijk eens. Ja, dat zie je. Dit is een... Daar heb ik het zwembad. Ga ik morgen heen. En ik zit lekker aan de milkshake. Lekker hoor.
Zo, dan gaan we weer naar het huisje toe. Zo, en dat was de dag van vandaag. Beetje korte vlog, maar we hebben vandaag niet veel gedaan. We hebben lekker uitgerust en ja, een beetje lekker bijgekomen. Het was gisteren natuurlijk best wel even een lange dag. Nou ja, lange dag, maar hoop gelopen, hoop gewandeld. En daarom hebben we vandaag wat rustiger aangedaan. Morgen ga ik nog zwemmen. Ik weet nog niet of ik de camera meeneem. Ik ben er nog niet over uit. Ik denk het niet. Maar als ik toch de camera meegenomen heb, dan zien jullie dat morgen in de vlog. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken van voor vandaag. Zoals ik al zei, de vlog van de vakantie is met één dag verlengd. Omdat Wildlands in tweeën gesplitst is. Dus vandaag... ik ga lekker even op mijn bed leggen. Zo, dat ligt een stuk makkelijker. Verder heb ik een beetje slecht gevoel aan de mini-meeting overgehouden. Van alle mensen die meegaan, heeft er nog maar eentje spontaan gezegd van ik ga mee. Eén heb er afgemeld, maar daar had ik ook eigenlijk niet verwacht dat hij mee zou gaan. Maar de anderen weten het nog niet. Ja, ik wacht de meeting af. En als de meeting dus
te weinig kijkers heb of te weinig mensen heeft die meekomen, dan gaat de meeting niet door. Ik ga niet met Joost alleen daar naartoe. Er komt nog wel een reportage van het Openluchtmuseum in Arnhem, maar dan gaat de meeting gewoon helaas niet door. Zo simpel is dat. Ja, een beetje jammer, maar ja, kennelijk vinden de mensen het niet leuk om een meeting te doen. Of de mensen die hebben er geen zin in. En ja, ik kan een hele hoop zeggen erover. Ik was vanmiddag nogal vreselijk verbaasd en gebollereerd erover. Dat mensen dus nu spontaan het af laten weten. Ik ga nog geen uitspraken daarover doen. Dat krijgen jullie nog te horen als het zo ver is. En ik ga er verder even nog geen mededelingen over doen. We gaan wel zien wat het wordt in over 2 weken. Ja, het is wel jammer, want je steekt toch een hoop tijd en energie erin. En als dan iedereen het laat afweten, dan is het toch wel iets van, ja, vind ik wel heel erg treurig en jammer. En zeker voor Joost en mij is dat best wel een teleurstelling, omdat ja, Joost en ik hebben er toch best wel wat tijd in gestoken. En ja, om dan je werk te zien afgebroken worden, ja, dat doet toch wel wat pijn. Ik heb toch ook best wel vanmiddag even een beetje rot gevoeld, de ronde. Maar we gaan het wel zien wat het over 2 weken wordt als de mini-meeting er is. Als die doorgaat. Ik hoop dat ik op tijd ook nog toch te horen krijg van ik kom toch of ik kom niet. Dat zou ik wel graag even van tevoren willen weten. Dan kan ik daar rekening mee houden. En bij te weinig animo gaat het hele feest gewoon niet door. Zo simpel is dat. Het is jammer, het is helaas. Maar ja, die dingen gebeuren helaas. Nou, ik ga hem verder aan deze kant even afsluiten. Ik heb niet veel meer te melden. En ik ga niet lopen filmen als het niet nodig is. Want ik heb de laatste tijd ook een beetje het gevoel dat het een beetje een verplichting aan het worden is. En dat moet het niet zijn. Als er niks te melden is, ja, dan is er niks te melden. En dan is er eigenlijk ook geen vlog. Ik kan wel een heel verhaal, een half uur gaan lopen afsteken. Maar dat schiet gewoon niet op. Vlog moet wel een beetje leuk blijven. En informatief. En niet echt dat het een vlog is. Ja, die ik maak van dat het een verplichting wordt om wat op te nemen. Want dan wordt het een beetje geprovoceerde film. En een film moet wel spontaan zijn, vind ik, een vlog. Nou, bij deze dus de afsluiting voor vandaag. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Doe even een blauwe duimpje de lucht in. De abonnees gaan wel goed. Daar ben ik hartstikke blij mee. Iedere abonnee die geabonneerd is op mijn kanaal, hartstikke bedankt. Ik vind het echt geweldig dat jullie abonneren op mijn kanaal. Super. En ik zou zeggen, op naar de 200 en de 300 abonnees. Dat zou ik echt geweldig vinden. En ga zo door en blijf, ja, stuur ook wat vaker een reactie. Ik merk dat er wel blauwe duimpjes zijn, maar geen reacties. Jullie mogen een reactie plaatsen hoor, dat is geen verboden iets. Zou ik hartstikke leuk vinden als jullie een reactie onder in de comments zetten. Nou, ik ga er vandoor aan deze kant. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen bij de ene laatste dag van mijn vakantie hier in Hof van Saxe in Drenthe. In de plaatsje Nooit Gedacht. Bedankt allemaal en skabadi, skabadoe, skabadabadoe.